Yo, wat mensen, mijn naam is Dylan en ik ben hier samen met Arjan. Hoi! Hallo, en we spelen weer Skyblock Survival. Jullie willen ons volgende keer zien kutten en een beetje aan zitten prikken van hoe gaan we dit dan doen? Echt super veel moeite, for no reason at all. But fuck it. We gaan er gewoon tegenaan. En ja, Arjan, vertel, wat zijn onze taken vandaag om dit maar te overleven? Maar ik moet wel even zeggen, ik denk wel wat leuk is als we niet van die volledige pro's zijn. Dat het, laat maar zeggen, dat het echt een struggle is, dat leuk is. Want anders dan heb je die mensen van zo, hoppa, dit, dat. Hey, en we zijn perfecto klaar met de serie. Je ziet het wel gewoon al. Kutte zijn voor het kleinste ding al. Dat is ja, mooi. Ja, maar ja, dat is juist leuk. Een kotspeler, en ik ben een lolspeler. Dus ja, dat wordt nogal wat. Maar ik weet niet of dat het gaat werken wat we nu van plan zijn. Want ik ga eventjes met de bucket dit water oppakken. Yes. En trouwens, we hebben buiten de aflevering hebben we even wat cobblestone gehakt. Hier zo 33 cobblestone. Ik neem het trouwens niet allemaal in één keer mee, want anders weet ik het alweer. Dan flikker ik van de map. Ja, en dan pak er maar 1, 2, ik heb er 4 3, gepakt. 4 is genoeg inderdaad. En dan doe ik, kijk, dat doe ik de waterstroom. Ja, ja. Doe ik thuis weer naar beneden. Oké, Arjan. Ik vertrouw volledig op je. Wat we dan kunnen doen is in deze... Ging je al bijna. Kijk, dan gaan we in deze stroom hangen. En dan kunnen we zo meteen hieronder cobblestone gaan plaatsen. Voor een platformpje. En dat ga ik nu eventjes doen. Oké. Dan kan je een platformpje plaatsen. Ja, dan kunnen we even het platform verkeerd plaatsen, geloof ik, of niet? Hè? Kan je ademhalen als je op het platform staat? Nee. Je moet hem aan de andere kant moeten maken, dat stukje cobblestone. Fuck it. Ja. Maar we gaan er zo meteen mee aan de slag verder. Dit is gelukt. Oké, dit was het lastigste. Dus je bent er al voorbij. Het was niet het lastigste, het engste. het engste, want als je dit faalt, dan is het mooi kloten. Maar dan kan ik vanaf hier, kan ik proberen om meer cobblestone te plaatsen. Zo. En dus ben ik de deur aan het verzamelen weer. Hier kan ik wel staan en ademen. En dan ga ik het hier zo even een beetje uitbouwen. Zodat we hier een platformpje hebben. En dan kunnen we hier verder bouwen onder deze cobblestone laag. En dan hebben we uiteindelijk zo'n mooi platformpje. Waardoor we hier kunnen gaan staan en hier overal. Ja, de rest kunnen weghalen eigenlijk. Ja. Dan kunnen nice. We alles hierboven weghalen. Dan kunnen we een cobblestone generator verplaatsen. En dan is dat allemaal mooi geregeld. En die farm, dat moeten we ook nog even aankijken. Want die farm, het wheat eigenlijk, dat laten we gewoon staan voor nu eigenlijk nog even. Ja. Is cool. Oké. Okay. Ga hier eventjes weer omhoog, oké. En dan kan ik hier weer mooi cobblestone geplaatst zien. En op zich gaat het nog wel redelijk tot nu toe. Het gaat volgens planning. Dit keer wel. Dit keer gaat het zoals het hoort. Dat is altijd zo positief, hè. Dit keer wel. En ik sta gewoon lekker hier te chillen daarboven nog eventjes gewoon van, hey, we hebben trouwens nog best wel veel wood. Wist je dat? Dat je het even weet. Hebben we veel wood? We hebben nog 16 oak wood planks, plus de 27 in totaal. Wow. We kunnen misschien een laddertje bouwen in plaats van elke keer die waterstroom te gebruiken. Dit is een investering die je uiteindelijk later toch weer terugkrijgt. Ja, maar wat ik dan misschien zou doen is uiteindelijk, als je die bovenste laag weg gaat halen, dat je vanaf hier beneden met cobblestone een trappetje maakt. Oh ja, wacht, pas op, ik kom eraan. Hoi, want nice. Want dat cobblestone, heb jij ook cobblestone gepakt? Ja, ik heb al het cobblestone gepakt, dus je kan, je geeft het licht gewoon hier voor je neer. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ik zie je weer zo. Ja, dit is ook lastig. Alsjeblieft. Ja, maar kijk, dan hebben we hier eventjes een platformpje eronder. Maar ik dacht, als we van later cobblestone, dat hebben we toch genoeg. Dat kunnen we altijd maken met die cobblestone generator. Ja. Dus ik dacht, als we dan hier beneden straks een cobblestone generator gaan maken. En dan kunnen we van dat cobblestone een trap maken, stairs. Die kunnen we hier desnoods aan de zijkant, naar de bovenkant maken. En dan kunnen we altijd nog heen en weer bewegen. En dan kunnen we vanaf bovenaf naar beneden gaan werken of zo. Of van beneden naar bovenaf. Ja, ja. Maar ja. Nu is in ieder geval de cobblestone op. Alles? Was dat alles? Ja. Deze twee kan je weghalen trouwens. Ja, ja. Heb jij de pickaxe? Nope, niet vertrouwd. Niet. Dus die pak ik zo. Ja, nee. You go first, my friend. Dat is altijd positief. Ik vertrouw dit niet. Nee, dan ga ik even snel die pickaxe halen. En dan hak ik even die twee weg. Beam me up, Scotty. Here we go. Doenk. Ja. En als we dan zo meteen weer cobblestone gaan hakken, en dan kunnen we een pickaxe maken. Weer. En dit is 1 cobblestone die ik heb opgepakt, dit is 2 cobblestone die ik heb opgepakt, oké. Okay. Maar van de boog voor die een extra pickaxe inderdaad, of wat hebben. Maar ik heb, dus 3 hebben we nodig in totaal. Hebben 3? Ja, hebben we een stone pickaxe, weet je? Ja. Als je 3 cobblestone meeneemt. Oef.
Als ik de cobblestone meeneem. Ja, heb je 3 cobblestone erbij nu? Nee. Ik heb de cobblestone net weggehakt daar beneden en er weer aangeplakt. Ik dacht, als we nu gewoon... Oké, dat is chill. Ja, dat gebeurt wel eens, dat die cobblestone gelijk daarin flikkert. Maar ik dacht, als we hier gewoon even cobblestone hakken, dan kunnen we automatisch alweer een pickaxe maken. Ja, dat kan ook. Het valt elke keer die kant op. Nee, dat is pas 2-3 keer gebeurd. Van de 4-5. Wauw. Stap meteen naar voren als het gebeurt. Oh mijn god, het flikkert de hele tijd. Ja, moet ik even zo. Hoppa. Moet ik het weer, ja, ik kan zeggen. Moet ik het weer doen, Arjan? God, Nee, het lukt wel. Kijk, ik heb hem zelfs. Kijk, dit is een goed geoliede machine. Ik krijg ze steeds. Oh lol. Ik heb er nu 4. Ik heb er 2. Dus gooi ik even in de chest. En dan kun jij, laat maar zeggen, eventjes daarvan pickaxes maken. Yes, sir. En dan hebben we allebei pickaxes. En, Ja, wat wou je dan gaan doen? Eigenlijk wilde ik een platformpje maken voor de boom. Voor de boom, ja. Als we dat aan deze kant doen van het platform, want daar heb ik al 2 extra rijen. Dus ik dacht, als je daar dan eerst nog 2 rijen cobblestone aan vastmaakt. Je bent nu richting, je bent daar beneden weer. Right. Nee. Ik sta achter je. Oh, nu ben ik beneden. Maar je wilde het hier aan vastmaken, toch? Of wil je hem boven maken? Kijk, ik flikker er gewoon naar beneden hoor, dat kan. Dat werkt ook. Anderhalf hartje. Maar kijk, ik dacht als je hier 2 rijen cobblestone aan vast gaat maken en dan uiteindelijk ergens in het midden 1 blokje dirt erin verwerkt, dan kun je daar een boom plaatsen en die staat helemaal vrij, dan komt hij niet tegen dat eiland aan. En ja, dan kan die daar gewoon groeien. Handig, yes. Yes! Dus, als je dat doet, alleen dan hebben we wel cobblestone nodig. Wacht, laat die cobblestone van nu anders even hier. En ik geef ook meteen 2 dirt. Ja, oké. Okay. Jij hebt dirt opgepakt. Oh Jan, pak de dirt! Dirt! Aight, ik ga naar boven weer. Yep. Ik bouw eventjes... Wauw, dat was het al qua cobblestone. Nou ja, trouwens, hier kan ik wel die ene dirt plaatsen. Ik kom ook weer omhoog. Want ik heb ik heb zo meteen jouw cobblestone nodig. Ik heb geen cobblestone meer. Nee, maar als je dat even gaat hakken... Ja, daar ben ik mee bezig. Voordat ik het ding trampel. Oké, let's go. Ja. En als we dat dan... Wat, hè? Hey, ik heb het. Ik ga hier wel staan, want dan kan ik het ook oppakken. Desnoods hier. Oké, dat doen we even! Nee, maar ik denk dat zulke acties gewoon leuk zijn, weet je. Als we een beetje falen, want wij zijn geen volleerde Minecrafters. En wij hebben nou echt niet echt de basic Minecraft kanalen. Nee joh, echt wel. Minecraft okay, iedere dag. Ik heb al 4 cobblestone, ik dus... 5. Hier. Sup. Oh. Nee! Kijk hem! Paniek! Jammer, ik jumpte. Wauw. Ik jumpte naar achter en toen flikkerde ik bijna van de wereld. Oké, dat was echt too close, jongens. Dat, ja. Nee, niet cool. Maar je hebt niks belangrijks bij tot nu toe, toch? Nee, ik had 5 cobblestone, maar ja. Oké, maar dat is... Het is toch klote als die cobblestone er vanaf flikkert. True that. Oh, wauw, dat was eventjes weer een spanningsmoment. De polo. Ik heb trouwens 13 kobbels. Hoeveel kobbels dan heb je nodig eigenlijk voor die 2 rijen? Dat is nu ongeveer wel klaar. Ik heb hier nog kobbels dan opgepakt. Als je mij 1 of 2 kobbels dan geeft. Asje. Ja. Wow. Jij pakt het zelf op. Oké. Okay. Als je even heen en weer loopt, dan pak je hem op. Ja. Oké. Ja. Ja. Oké, genoeg? Ja, dat is wel even genoeg. Okay. Ga ik hier naar onder en dan ga ik het weer aanbouwen en dan kan ik, laat maar zeggen, deze hier planten. Ja, boom staat? Ja, de boom staat, alleen hij moet nog groeien, natuurlijk. Nee, dat is trouwens, 2 seconden werk, ja. We hebben 4 boommeel, hè? Tenminste, we hebben 4 botten, dus we kunnen een boommeel van maken, even kijken of die boom werkt. Wil je het doen voor botten? Of wil je het voor bomen? Of wil je het liever niet doen, liever doen voor de planten die we hebben? Ja, laten we dat maar gewoon bewaren voor de planten. Deze plant gaat trouwens niet groeien, omdat er geen water bij zit. Ik pak deze water even op. Pak deze water? Die plaat, ja, ik pak deze water. Ik heb dat water even opgepakt en hier geplaatst. Kan die weer groeien. Staat er trouwens een ding beneden onder ons nu? Dat platform, staat die nu al? Nee, shit. Nee. Ik weet in ieder geval wat we kunnen doen al. Dus wacht, komt goed, Arjan. Als je me vertrouwt,
Dat is het lastige probleem. Oh, oké, okay, dan maar zit eraan. Fuck you. Fuck you. Nee, maar wat wou je doen? Ik wil zeg maar, ik wilde een weggetje maken van naar beneden. Makkelijker. Ah, fuck, we moeten daar beneden trouwens echt oppassen, want daar kunnen nu monsters spannen. Geen licht is. Ja, oh. Er is geen licht. Komt helemaal goed, Arjan. I'm not afraid. Dus als er monsters spannen, moeten we echt opletten. Daar is weer het water. Fuck. Ja, die laat je er heel goed uitlopen nu. Ja, klopt. Wat ik wilde doen, nou, goed, doe ik het even. Ik kan dat water weer even meenemen. Kan ik die weer weghalen? Wacht, kan ik weghalen. Zal ik het water even pakken en weer daar hangen? Nee, wat ik kan doen, ik wilde iets maken om hier naartoe. Ik weet het al hoe ik het ga doen, denk ik. Oké, okay, wat dan? Nou, ik ga even hier naartoe. YOLO. Ja, maar dan moet ik het water plaatsen, want dan kom jij anders niet meer omhoog. Nee hoor, dat is als ik het aan het maken ben. In plaats van het water gekloten elke keer. Ah, zou je niet eerst anders sters van, echte sters van maken? Ja, dat is veel werk. Zo werkt het ook. Voor nu is het alvast even lekker, weet je. Ja, dit is handig. Oké, en dan moeten we zo meteen cobblestone gaan uitbreiden. Juist. In ieder geval, we hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben een platformpje, het is vergroot. Ja, ik denk inderdaad. Dat we binnenkort even de generator naar beneden moeten brengen. Ja, maar dan moeten we eerst weer meer cobblestone hebben. Dus ik denk dat we weer buiten de aflevering om even cobblestone moeten gaan hakken. Want om dat in de aflevering te doen een kwartier lang, dat is nogal kloot, hè? Yes. En dat is saai voor jullie, dus wij willen alleen even het leukste voor jullie. Maar dit was de aflevering, denk ik wel. Ja, ik vond het helemaal mooi. Ja, ik vind helemaal mooi. Gewoon blikje in de water, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Nee, wacht. We moeten het wel goed doen, hè? Kijk. Ik vind het helemaal mooi. Ik gooi blikje in de water. Ja, je faalt er ook nog in. Ja, laat maar. Hier. Blikje in de water. Ik gooi blikje in de water. Ik vind het helemaal mooi. Alright, in ieder geval mensen. Nu mag jij de auto doen dit keer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Of in ieder geval duimpje omhoog. Ja, die shit. Je weet wel. Duimpje omhoog. Hey, want dat helpt ons. En dat helpt jou. En dat helpt mij. En dan worden we allemaal happy van. Happy personen. En dan... zie ik jullie binnenkort weer. En ik zie jou ook binnenkort weer bij een nieuwe Minecraft Skyblock Survival. Kanalen staan in de beschrijving. En laat even achter als jullie het vet vinden wat we doen. En wat we kunnen doen. En als jullie tips hebben. Toch? Yes, hartstikke duidelijk. Mensen, dankjewel. Mazzel, tot ziens. Kusjes. Later.